Mijn naam is Michael Römerman. Ik ben arts klinisch farmacoloog, werkzaam in het Amsterdam UMC, locatie VUMC, en zal u vandaag meenemen in deel 7, wat gaat over ernstige ziekenhuisinfecties en profylaxe. Mogelijk weet u het al, maar dit deel, wat gaat over ernstige ziekenhuisinfecties, is deel van een grotere module over antibiotica en infectieziekten. De leerdoelen van vandaag zijn om een inzicht te verkrijgen in de meest voorkomende ziekenhuisinfecties, waaronder sepsis, en ook kijken of je een goed onderbouwde antibiotische therapie kunt beargumenteren voor patiënten met een ziekenhuisinfectie. Laten we snel van start gaan. Welke onderdelen gaan we vandaag behandelen? We gaan onder andere kijken naar sepsis, bacteriële meningitis, antibiotica-profylaxe, waarbij we specifiek onderscheid zullen maken tussen chirurgische profylaxe en endocarditis-profylaxe. Als we kijken naar sepsis, dan moeten we ons realiseren dat sepsis eigenlijk een respons is van de gastheer, ook wel de patiënt die ziek is, op een bepaalde infectie. Er worden heel veel verschillende definities aangehouden waar wij vandaag niet op zullen inzoomen. Maar wat wel belangrijk is, is dat we ons realiseren dat er aan sepsis een hoge mortaliteit en morbiditeit grenst. Daarbij is ook antibiotische behandeling een must. En die antibiotische behandeling die moet dan ook gericht zijn op eigenlijk de oorsprong van de infectie. De sepsis ontstaat meestal niet uit zichzelf, maar heeft namelijk vaak een oorzaak waardoor die sepsis is uitgelokt. Daarvoor is het ook belangrijk om te weten wat de verwekkers van een sepsis zijn. En afhankelijk van het type sepsis, of het nou een urosepsis, of het nou een sepsis is vanuit de longen of vanuit de huid, is het belangrijk om te weten welke verwekker dit nou veroorzaakt. Immers, daar moeten we een keuze in maken. Wat denken we dat het meest voorkomende verwekker is? En een urosepsis heeft bijvoorbeeld hele andere verwekkers dan bijvoorbeeld een sepsis dat komt door bijvoorbeeld een pneumonie of een meningitis. Om een antibiotische keuze te maken, is net als in de eerdere series, is het belangrijk om 4 belangrijke stappen af te gaan. De eerste stap is te kijken wat zijn de vermoedelijke verwekkers. Bij een urosepsis zijn dit de verwekkers, waar wederom weer op stipt op 1 de Escherichia coli, ook wel de E. coli staat. Stap 2 is te kijken of er een grote kans op resistentie is. Daar gaan we zo naar kijken. En stap 3 is om te kijken of het antibioticum wel aankomt op de plek van infectie. In dit geval de urinewegen en de bloedbaan. Nou, indien we een intraveneuze behandeling geven, komt de behandeling vaak wel aan op de plek waar het zit. Maar we moeten wel opletten of een patiënt bijvoorbeeld een katheter heeft, waardoor behandeling moeilijker zou kunnen verlopen. De vierde stap is het bepalen of het antibioticum veilig is. Daar gaan we ook zo eens naar kijken. De verwekkers van een urosepsis zijn dus veelledig. Hier staan er een aantal, maar er zijn nog veel meer verschillende verwekkers. Maar dit zijn misschien wel de meest voorkomende. Aan de rechterkant staan ook de antibiotica die we regelmatig zien bij een pyelonefritis of bij een urosepsis. De bovenste 3 herkent u misschien van de urineweginfectie met weefselinvasie. En als er dan heel specifiek gekeken wordt, stel we zouden deze antibiotica geven, dan ziet het plaatje met betrekking tot resistentie er best wel somber uit. Deze antibiotica zijn over het algemeen, dus best wel hoge resistentie voor deze antibiotica. Omdat alle getalletjes van de E. coli, de Klebsiella en de Proteus over het algemeen 10% of hogere resistentie laat zien. Juist bij patiënten die ontzettend ziek zijn, met een hoge kans op morbiditeit en mortaliteit is dit niet acceptabel. Vandaar dat we andere antibiotica gaan geven. In veel gevallen wordt bij een urosepsis gegeven, wordt er over het algemeen een cefalosporine of gentamicine gegeven. Een aminoglycoside. En hier ziet u wat de resistentieprofielen zijn voor deze antibiotica. Voor ceftriaxone, tweede generatie cefalosporine, is er relatief wat resistentie voor de E. coli en de Klebsiella, maar de Proteus is er relatief niet resistent voor. De derde generatie, zoals met cefotaxime of ceftriaxone, is er weer iets minder resistentie. En ook gentamicine werkt ontzettend goed voor deze, de meest voorkomende verwekkers. We kunnen dus ook een beetje raden wat de behandeling gaat zijn voor deze urosepsis. Stap 2 is dan te kijken naar resistentie. En over het algemeen valt resistentie wel mee, maar bij bijvoorbeeld patiënten
die op de afdeling urologie zijn of patiënten die een katheter hebben, kan die resistentie extra oplopen. Daar moet dus extra alert voor zijn. Over het algemeen komt het antibioticum wel op de plek aan, maar wederom weer opletten op een katheter of bij patiënten met een anatomische afwijking, bijvoorbeeld eerdere operaties, waardoor het antibioticum niet op de plek kan aankomen. Als we kijken naar of het medicijn gevaarlijk of geschikt is, bij cefalosporines, wat ook beta-lactam antibiotica zijn, moet er gekeken worden of er allergische reacties zijn op deze cefalosporines. En bij aminoglycoside moet extra opgelet worden op auto-, neuro- en nefrotoxiciteit. En dienen ook de doseringen gegeven te worden op basis van de plasmaspiegels. Wil je meer weten over de veiligheid van deze antibiotica, dan wil ik je verwijzen naar deel 2 of deel 3 van deze antibiotica-serie. Wat zegt dan de richtlijn? In dit geval de SWAP-richtlijn, de nationale SWAP-richtlijn, geeft aan dat je bij een urosepsis in eerste instantie met een tweede generatie cefalosporine met aminoglycoside moet behandelen of een derde generatie cefalosporine. En in dat geval zou je op zulke therapieën kunnen uitkomen. Een andere oorzaak van een ernstige ziekenhuisinfectie is bijvoorbeeld een CAP, een community acquired pneumonie, een hele ernstige die bijvoorbeeld op de IC zou kunnen plaatsvinden. Wat zijn dan de vermoedelijke verwekkers? Nou, deze verwekkers zijn veel groter en verschillender dan bijvoorbeeld bij een gewone CAP die bij de huisarts behandeld wordt. Ook is er een grotere kans op resistentie en die resistentie is oplopend. Over het algemeen komt het antibioticum wel aan op de plek van de pneumonie, maar moet je opletten bij patiënten die bijvoorbeeld een maligniteit, een empyeem of een longabsces hebben. De laatste stap is weer om te bekijken of het antibioticum veilig is voor de patiënt. Als we goed gaan analyseren wat nou de beste verwekkers zijn, dan zien we hier weer aan de linkerkant de verwekkers van deze CAP en aan de rechterkant de antibiotica die we frequent geven. Rechtsboven de amoxicilline, de doxycycline en de macrolide herkent u misschien wel van de NAG-richtlijn pneumonie. Het zijn namelijk de antibiotica die daar worden gegeven. En u ziet aan de hand van de hoeveelheid groen, rood, oranje en geel, dat mochten we alleen die amoxicilline, doxycycline en macrolide geven voor zo'n ernstige CAP, dat het beeld er best wel somber uitziet. Er zit best wel veel rood, geel en oranje tussen. Om die reden wordt er bij een ernstige CAP andere antibiotica gegeven. En die ziet u daaronder. Dat bestaat onder andere uit de ciprofloxacine, moxifloxacine en tweede en derde generatie cefalosporines. En u ziet dat daar het beeld iets beter is. Meer groen en iets meer geel ten opzichte van rood. Daarnaast weten we dat er ook een enorme oplopende resistentie is. En een aantal andere dingen die u moet opvallen is dat bijvoorbeeld de pseudomonas, nummertje 5, over het algemeen niet goed gedekt wordt door antibiotica. Maar dat de ciprofloxacine en moxifloxacine dat het beste doen. Stap 3 is weer om te kijken of er of het geneesmiddel aankomt op de plek van infectie. Nou, tenzij er een maligniteit, empyeem of longabsces is, komt het antibioticum aan. Stap 4 was om te kijken of het veilig was. Bij fluoroquinolonen zoals ciprofloxacine en moxifloxacine dient je op te letten op bijvoorbeeld bindweefselaandoeningen. Bijvoorbeeld op peesrupturen eerder of aortadissecties. Ook moet er opgelet worden op QT-tijdverlenging. En bij cefalosporines, omdat het weer een beta-lactam antibiotica zijn, moet je opletten op bewezen overgevoeligheidsreacties / allergieën. Wat zegt dan de SWAP-richtlijn, de nationale SWAP-richtlijn? Die geeft aan dat bij een ernstige CAP je het beste moxifloxacine kan geven of een tweede / derde generatie cefalosporine met ciprofloxacine. U ziet hier weer dat ze eigenlijk specifiek indekken voor die pseudomonas, waarbij zowel de moxifloxacine als de ciprofloxacine aangewezen zijn. De tweede en derde generatie cefalosporine doen het voor de andere verwekkers wel goed, maar die ontbreken dus de gevoeligheid voor pseudomonas. En dan zullen dit soort therapieën geschikt kunnen zijn. Dus of moxifloxacine of cipro met een tweede of derde generatie cefalosporine.
Een andere verwekker die we in het ziekenhuis regelmatig tegenkomen zijn de bacteriële meningitis bij volwassenen. Ook hier is het weer belangrijk om die vier stappen na te gaan. De eerste stap is, wat zijn de vermoedelijke verwekkers? In dit geval zie je dat er Staphylococcus pneumoniae, de Neisseria meningitis, de Haemophilus influenza, de Listeria en de Streptococcus aghylactiae meest voorkomend zijn. De tweede stap is om te kijken of er grote kans is op resistentie. In Nederland is dat gelukkig nog beperkt. De derde stap is of het antibioticum wel aankomt op de plek van infectie. En ook bij een bacteriële meningitis is dit weer een heel moeilijk punt. We hebben namelijk te maken met de bloed-hersenbarrière. Die bloed-hersenbarrière laat niet alle antibiotica door. En daarom is het dus ook moeilijker om een bacteriële meningitis te behandelen. Dan moeten we meer dan alleen naar stap 1 kijken, namelijk wat de vermoedelijke verwekkers zijn. Maar moeten we dus ook rekening houden met de farmacokinetiek van het middel. Met andere woorden, komt het wel op de plek van infectie aan. Als we kijken naar de verwekkers en antibiotica, dan hebben we natuurlijk geen huisartsenrichtlijn om naar te kijken. Dus we kijken in dit geval alleen naar de SWAP antibiotica richtlijn. Als we daar kritisch naar kijken, dan worden er twee typen antibiotica gegeven. Aan de ene kant de amoxicilline, die goed werkt tegen de meest voorkomende verwekkers, maar niet goed werkt tegen de Haemophilus influenza. De ceftriaxon en de cefotaxim, de derde generatie cefalosporines, werken juist wel goed tegen de Haemophilus influenza, maar werkt niet tegen de Listeria. En dus als u gaat nadenken over wat nou de meest geschikte therapie is, dan hoop ik dat u uitkomt op een combinatie van amoxicilline met ceftriaxon. Als u zeker weet dat er geen Haemophilus influenza als oorzaak van de meningitis wordt veroorzaakt, dan kunt u dus uitgaan van bijvoorbeeld amoxicilline monotherapie. Als u zeker weet dat er geen Listeria in zit, zou u bijvoorbeeld uit kunnen gaan van een derde generatie cefalosporine zonder amoxicilline. Ik zei al, in Nederland is de resistentie relatief beperkt, maar stap 3, we moeten dus goed kijken of deze antibiotica wel goed over de bloed-hersenbarrière heen gaan. We moeten ons realiseren dat de bloed-hersenbarrière eigenlijk vrijwel alle antibiotica tegenhoudt. Amoxicilline, cefalosporines en fluoroquinolone gaan in zekere mate wel over die bloed-hersenbarrière heen. Als we dan kijken naar het veiligheidsprofiel, dan weten we van amoxicilline, aangezien het een beta-lactam antibiotica is, dat er overgevoeligheidsreacties en allergieën aangewezen kunnen zijn. En bij cefalosporines, die ook beta-lactam antibiotica zijn, moet hetzelfde gecontroleerd worden. Als je kijkt naar de SWAP-richtlijn, dan raden ze dan ook deze combinatie aan. Een combinatie van amoxicilline en een derde generatie cefalosporine. En in de eerdere dia's heb ik dus uitgelegd waarom deze combinatie aangewezen is. Als laatste willen we de antibiotica profilaxe bespreken. Een antibiotica profilaxe wordt veel gegeven in het ziekenhuis. En over het algemeen wordt het bij de chirurgie veel gegeven. Niet alleen bij de heelkunde, maar ook bijvoorbeeld bij de gynaecologie of andere chirurgische modaliteiten. En naast de chirurgische profilaxe onderscheiden we de endocarditische profilaxe. Laten we eens naar gaan kijken. Als we beginnen met de chirurgische profilaxe, dan moeten we ons realiseren dat er in eerste instantie geen infectie is. Maar dat door de chirurgische ingreep er wel een kans is op infectie. En dit wordt geclassificeerd. We hebben bijvoorbeeld schone ingrepen. En bij schone ingrepen is er geen antibiotica profilaxe nodig. De kans op een infectie is immers zo klein dat het geen meerwaarde heeft, maar wel veel nadelen heeft. Bij schone ingrepen waarbij een prothesemateriaal ingebracht wordt, of schoon besmetten of besmette ingrepen, daar dient wel chirurgische profilaxe in de vorm van antibiotica gegeven te worden. Bij hele vuile ingrepen, het zijn met name operaties in geïnfecteerd weefsel, is geen profilaxe nodig, maar noemen we dat eigenlijk dat je die patiënt behandelt voor de infectieziekte zelf. Dus ook daar wordt antibiotica gegeven, maar dan is het niet per se profilaxe, maar meer behandeling. Enkele voorbeelden van ingrepen waarbij chirurgische profilaxe aangewezen is, zijn deze. Wederom, ook bij chirurgische profilaxe moeten we de vier stappen weer gaan.
De eerste stap is: wat zijn de vermoedelijke verwekkers van de mogelijke infectieziekte? Hier zien we de meest voorkomende verwekkers waar we rekening mee moeten houden. Staphylococcus aureus, de verwekker van de huid, de Enterobacteriaceae en de anaerobe bacteriën. De laatste twee zijn voornamelijk als we buikoperaties hebben. Stap 2 is er een kans op resistentie? Het gaat vaak over commensale flora, flora die we normaal al hebben, en is er niet heel veel resistentie op dit moment. Stap 3 is, komt het antibioticum wel op de plek van infectie aan? In principe wel, we geven het over het algemeen systemisch, intraveneuze chirurgische profylaxe. En ook weten we dat ingrepen die relatief korte ingrepen zijn, waarbij er dus een kleine kans is dat die commensale flora ergens gaat infecteren, dan zouden we eventueel af kunnen gaan met halve doseringen. Stap 4 is dan weer om te kijken of het geneesmiddel veilig is. En dat moeten we per antibioticum afgaan. Oké, als we eerst eens gaan kijken. Indien, aan de linkerkant zien we wederom weer de drie meest voorkomende verwekkers die gedekt moeten worden bij chirurgische profylaxe. En aan de rechterkant de geneesmiddelen die daar frequent voor gegeven worden. Cefazoline, ook wel een eerste generatie cefalosporine, dekt met name gram-positieve bacteriën. Dus die is het beste geschikt voor Staphylococcus aureus. Dus met name infecties van de huid. Metronidazol daarentegen is met name en vrijwel alleen maar geschikt voor anaerobe bacteriën die met name in de buik plaatsvinden. Dus afhankelijk van wat voor type operatie een chirurgische profylaxe nodig heeft, zal er gekozen kunnen worden voor cefazoline of metronidazol. Ik zei al, er is relatief weinig resistentie. En aangezien het systemisch gegeven wordt, intraveneus, komt het eigenlijk wel op de plek waar het zou moeten komen. Als we kijken naar het veiligheidsprofiel, dan is cefazoline een eerste generatie cefalosporine. Daar moeten we dus rekening houden met overgevoeligheidsreacties, aangezien het een beta-lactam antibioticum is. En bij metronidazol moeten we opletten op interacties met alcohol en bijvoorbeeld interacties met vitamine K-antagonisten. Voor meer specifieke informatie wil ik u verwijzen naar deel 2 en deel 3 van deze antibiotica-serie. Naast de chirurgische profylaxe onderscheiden we nog de endocarditis profylaxe. Ook hier is er dus geen infectie, maar is er weer een kans op infectie. En dit is eigenlijk, die endocarditis profylaxe is eigenlijk alleen geïndiceerd bij mensen die eerder een endocarditis hebben doorgemaakt, eerder een hartklepprothese hebben gehad of specifieke aangeboren hartafwijkingen hebben. En in dit geval moet je dat dan even opzoeken of die specifieke aangeboren hartafwijking daaronder valt. Voorbeelden van ingrepen waarbij endocarditis profylaxe dan geïnitieerd is, staan hier. Hier moeten we wederom weer de 4 stappen af om te kijken of het antibiotische therapie geschikt is. De meest vermoedelijke verwekkers zijn met name de Staphylococcus aureus en de Enterococcus. En met name deze twee verwekkers kunnen ook een endocarditis veroorzaken en geven ook een distressueus beeld op het endocard, met allerlei gevolgen van dien. Stap 2 zijn ook wederom weer vaak commensale flora, waarbij de kans op resistentie relatief laag is. Ook omdat we de endocarditis profylaxe in veel gevallen systemisch geven, komt het antibioticum wel aan op de plek van infectie. In sommige gevallen wordt het ook oraal gegeven, en ook dan weten we dat die antibiotica in veel gevallen wel aankomen. Als we kijken naar de verwekkers aan de linkerkant en naar de antibiotica die we geven voor deze endocarditis profylaxe, zien we het volgende. De Staphylococcus aureus, gram-positieve bacterie, wordt over het algemeen goed gedekt met fluoxacilline. Als er echter een enterokok, die met name in de mond en de darmen plaatsvindt, daar is fluoxacilline niet geschikt voor. Amoxicilline, wat een breder antibioticum is daar wel geschikt. Dus als er een grote kans is op enterokokken, dient u amoxicilline gegeven. Echter, de Staphylococcus aureus, die penicillinase maakt, die zal amoxicilline kunnen afbreken, en waardoor amoxicilline niet zal werken. Dus als u zeker weet dat het een enterokok is en niet een Staphylococcus aureus, is amoxicilline geïnitieerd.
U zeker weet dat dat een Staphylococcus aureus is en niet een enterokok, is fluclooxacilline geïndiceerd. En als u beide wil dekken, dan zou u of kunnen gaan voor bijvoorbeeld amoxicilline clavulanezuur of bijvoorbeeld in dit geval een vancomycine. Stap 2. En we weten dat er relatief weinig kans is op resistentie, behalve deze verworven resistentie die ik net heb besproken. Stap 3 is aangezien we systemisch behandelen, dan zal die bacteriemie voorkomen kunnen worden. En als we kijken naar stap 4, zijn deze antibiotica veilig? Dan weten we bij beta-lactam antibiotica, zoals fluclooxacilline en amoxicilline, dat we moeten letten op overgevoeligheidsreacties. Bij clindamycine kijken we naar de QT-tijd en leverfunctiestoornissen. En bij vancomycine letten we onder andere ook op overgevoeligheidsreacties. En moeten we goed opletten op de nierfunctie, dat dit middel met name renaal geklaard wordt. Ik hoop u met deze presentatie in het college meer uitleg te hebben gegeven over welke infectieziekten veel voorkomen in het ziekenhuis en hoe u een goede onderbouwde antibiotica keuze kunt maken. Ik hoop u volgende keer nog eens te zien en tot ziens.